gefeliciteerd met je titel. Maakt dit je hele seizoen goed? Oh, niet mijn hele seizoen, maar dus wel weer in ieder geval een lichtpuntje in het seizoen. Dus nee, ik ben heel blij hoe het ging. Geen één keer een afstand gewonnen, maar dat blijkt dat je een goede rounder bent. Dus. Je was na 3 afstanden koploper en dat behield je. Het was moeilijk, die 10 kilometer, of niet? Nee, het is wel fijn om tegen de nummer 2 dan te rijden. En je weet dat Ted Jan wel goede 10 kilometer kan rijden. En, ja, mijn doel was gewoon bijblijven en gaat zo klein mogelijk te houden. En, ja, dat deed ik dus. 1500 meter? Was je slim? Hij moest achter je kruisen. Ja, was dat de opzet van je? En niet van mij, maar het was gewoon irritant in ieder geval. Ook al heb je er geen hinder van. Hij zit toch naast je. En, ja, het heeft me niks in ieder geval gebracht. En ik dacht dat ik misschien nog 1 kruising achter hem aan kon en dan wegrijden. Maar het was continu mijn eigen rit. En daar was ik ook minst tevreden over 1500. Anders had je je broer verslagen? Vast zeker. Het had geen secondes gescheeld, maar wel voor het gevoel even wat beter is. Hoe heb je de afgelopen 3 weken verwerkt? Want je deed niet mee aan de Olympische Spelen. Was dat moeilijk voor je om die jongens daar allemaal aan het werk te zien? Nou ja, het was die periode dat de Olympische Spelen bezig was, zat ik in huis in Erfurt voor het trainingskamp. En ik moet zeggen dat ik nog nooit geen zin heb om te trainen gehad heb. Maar na de 5 kilometer van Sven had ik voor het eerst dat ik echt dacht van vandaag zin om te trainen. Dat heb ik toen ook niet gedaan en de dag erna wel weer ingehaald. Maar ja, het is wel moeilijk en ja, ik denk dat ik goed. Heb je je eenzaam gevoeld? Nee, dat niet. Nee, zeker niet. In ieder geval trainingskamp geweest met de rest van het TVM-team en mijn broer heb ik meegenomen. Dus die periode was wel heel goed. En nu op naar het WK hier in Ereveen. Ja. Daar moet je ongetwijfeld zin in hebben. Daar heb ik zeker zin in, ja. Vol 10-11, nog mooi. En dan? Sven Kramer je maatje verslaan? Ja, nou, dat weet ik niet, maar dat zullen we wel zien. Hij was er niet. Heeft hij al ge-sms'd? Ja. Dus hij heeft me gefeliciteerd, dus dat is goed.